Ik sta hier aan de rand van Greyontorp, een onbeduidende vlek op de landkaart hier in Friesland. Maar toch is het van enig literair belang, dit dorpje. Tussen 1964 en 1971 verbleef hier namelijk de in Betondorp geboren Amsterdamse schrijver Gerard Cornelis van het Reven. Een beleidend katholiek en een man die boeken schreef voor de huisvrouwen in de provincie, naar eigen zeggen. Gerard Cornelis van het Reven woonde in die jaren in het huis hierachter. Hij omschreef deze plaats, Greyontorp, als het Koninkrijk Gods. Gerard Cornelis van het Reven, was de jongere broer van professor Dr. Karel van het Reven. En Gerard Cornelis van het Reven noemde hem dan ook altijd mijn geleerde broer en keek zeer tegen zijn broer op. En terecht, want zijn broer is een van de grote literaire figuren van de 20e eeuw in Nederland. Vertaler, schrijver, romancier, dichter, essayist, radiopersoonlijkheid, televisiepersoonlijkheid, noem maar op. Een man van vele kunsten. Wij gedenken graag ook Karel van het Leven hier in Greyontorp. En voor de rest wil ik nog de groeten doen aan Rudy, aan Maaike en aan Viola. En beste kijkers, het is maar dat u dit allemaal weet. En ik wil er nog wat aan toevoegen. Wist u dat professor Dr. Karel van het Reven ook correspondent is geweest voor het Parool in de voormalige Sovjet-Unie in die tijd, in Moskou? Daar was hij ook betrokken, naast het schrijven van stukjes voor de krant, bij het publiceren van ondergrondse literatuur hier in het Westen. En hij schreef er ook een briljant boek over, met twee potten pindakaas naar Moskou. En met deze kennis laat ik u graag achter en zeg ik tegen u, oud man.